Zo dan, Ticket to Tilburg, dag 5. Moest me een beetje haasten, maar ik wilde het natuurlijk niet missen, want we zijn vandaag in Os. En we gaan eens kijken of dat we hier iemand te vinden gaan krijgen. Hallo, goedemiddag. Hoef je niet te lopen, zo eng ben ik nou ook weer niet. Wil je niet mee naar Tilburgse kermis vandaag? Op mijn kosten! Dit klinkt echt gewoon als een samenvatting van mijn liefdesleven. Goedemiddag. Hallo. Wij zijn op zoek naar mensen waarvoor wij de reis verzorgen naar de Tilburgse kermis. Dat is toch lachen? Ik ga vanavond vakantie. Nee, want ik ben aan het inpakken voor de vakantie. Morgen vakantie, dus sorry. Genoeg te doen, we gaan vrijdag op vakantie. Iedereen is van... En is van iedereen. Pow, pow, pow. Ja, kijk, op het moment dat je een paspop mee hebt, dan valt je ons op, hè? Ja. Hey, zou jij heel graag met je paspop mee willen op onze kosten naar de Tilburgse kermis? Sterker nog, ik ga dadelijk al naar de Tilburgse kermis. Wil je op onze kosten gaan? Nou, het zijn alleen treinkosten, maar goed, wat? Vertel. We hebben gratis treinkaartjes, dus we nemen jou zo dadelijk mee. Je krijgt een treinkaartje van ons en dan kun je vanavond ook weer terug. Helemaal hartstikke gratis. Eerste klas, alles. Oké. En het allertje onder het gras is? Het allertje onder het gras is helemaal niks. Helemaal niks? Nee, normaal gesproken zou je zeggen van nou, hier komt dan weer aan dat je nou wel eerst heb ik eens gewoon een half uur onder een modderstraal moet gaan staan. Ja, nee, is niet het geval. Je mag zelfs je paspop meenemen als je dat wilt. Mag je met ons mee naar de Tilburgse kermis? Zo dan, we zijn voor het Jan Kunin Museum gaan staan. Ik heb mezelf door Thomas laten vertellen dat het toonbeeld van ons is. Maar om ons gaat het eigenlijk niet echt, want we gaan natuurlijk naar Tilburg toe. En daar heb ik eigenlijk een hele speciale manier van om dat te doen. Dus ik tel ze tot 3. Op 3 springen we en dan komen we vliegensvlug in Tilburg aan. Klinkt een goed plan, toch? Nou, gaan we gewoon eventjes op 3 tellen. Komt-ie aan, hè? 1, 2, 3. Hop, zo! Hoppatee, zijn we dan. Tilburgse kermis, breakdance, achter ons, helemaal mooi. En ik kan me voorstellen dat je als kijker denkt, waarom loopt die jongen eigenlijk met een paspop rond? Dus ik ga de vraag gewoon stellen, Thomas, waarom loop je eigenlijk met een paspop rond? Nou, mijn vader die wou een keer voor kerst wel anders. In plaats van een kerstboom neer te zetten, wilde hij een keer zo'n paspop verkleden met een jurk van groene spullen waar kerstbal eraan hangen. Lekker keer wel anders. Nou dan, in plaats van een kerstboom versieren, gewoon een paspop versieren. Kan allemaal. Maar ik kan me voorstellen dat jij hem niet mee gaat nemen naar de Tilburgse kermis. Nee, ik ga hem dadelijk even bij mijn vriendin thuis afzetten. En ga ik lekker met haar de kermis op. Nou, lijkt me een heel mooi plan. En wat wil je nou vandaag echt gaan doen op de Tilburgse kermis? Lekker genieten, terrasjes pakken, een keertje schieten. En kijken wat er leuks te doen is. Nou Thomas, dan wens ik jou daar heel veel plezier mee. Dit was Ticket to Tilburg. Het is gelukt vanuit Os. Thomas met zijn paspop gaat een heerlijke dag beleven op de Tilburgse kermis. Morgen is ze even de weg en dan gaan we ergens anders naartoe. Tot morgen! Kermis